Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Ik ben hier vandaag met Rich. En wij gaan naar de IKEA. Ik had weer behoefte om naar de IKEA te gaan. En ik had een aantal dingen op mijn lijst staan. Die ik graag nog wilde halen voor mijn woning. Dus ik neem jullie mee op avontuur. En ik zie wel hoe het gaat lopen. Ik heb niet echt iets gepland wat voor soort video dit gaat worden. Misschien een combinatie van een vlog, een shopvlog. Een interieurvideo, we zullen het zien. Hoe laat is het om precies te zijn, Rits? Bijna 9:45. Is het lekker vroeg, want het is zondag of dan? Ja, het is zondag. Maar hij is om 10:00 open, dus we dachten we laten gewoon lekker vroeg gaan. En zoals gewoon gaan we daar ook even een happy eten. Traditie, hè? Dit is jouw hond, Rits. Bulldog. Oh. Ze hebben nieuwe dingen, een koala, die is cute. Altijd als we bij de IKEA zijn, zegt Riz, dit is onze woning. Maar hij is een beetje veranderd, de woning. We hebben hier een muziekgedeelte, ik vind het best wel nice. Ja, en dan ga ik keyboard leren spelen en dan ga jij gitaar leren spelen. Hoe vind je die? Ik leer al gitaar. Ja, dat weet ik. Maar dan ga ik gewoon verder op de keyboard. Prachtig, dus het is wel cute. Hoi. Zit je lekker? Ja. Is het een chille bank? Oké, dan kom ik erbij. Oh, lekker. We hadden het er net zo over dat de grootte van deze woning 43 vierkante meter is. Ik denk al met keuken erbij. Dat zou echt fucking nice zijn. Ja, kunnen we dit gewoon zo ergens neerzetten dat we gewoon hier gaan wonen? Of dat we hier gewoon blijven wonen? Huh? Is niet zo mooi. Daarvan. Een opruimtip. Plak een stukje washi tape op je opbergdoos en schrijf erop wat erin zit. Hoe chill is dat? Ja, normaal gesproken berg ik het alleen op zonder dat ik het label. Maar eigenlijk is dat best wel een heel goed idee. We zijn begonnen aan onze vervroegde lunch. Ik heb Zweedse gehaktballetjes met aardappelpuree en wat groenten. En jij bijna hetzelfde, alleen met patat. En kipballetjes. Kipballetjes, smakelijk. Ik heb mijn droombadkamer gevonden. Ik zag het natuurlijk en denk, oh dat is cute. En vervolgens zag ik een bad. Toen dacht ik, oh, cute, cute. Wat, waar wijs je naar? Oh, hallo, zeker een droombadkamer. Twee grote douchekoppen. Dit vind ik wel heel erg random. Maar volgens mij hebben wij thuis zo één. Niet exact deze. Rits, dit is onze droombadkamer sowieso. Ik wil dit. Zoiets heb ik nu ook al, alleen zonder verlichting. Super handig zo'n kast. Oh, dat is ook nice. Beetje inspiratie opdoen voor onze... Hoe noem je dit? Medicijncombine? Maar ja, er zitten geen medicijnen. Badkamerspiegel, dat is het. Zit hier inhoud in? Nee. Cute. Ik had niet zo lang geleden transparante bakken bij de HEMA gehaald. Maar hier bij de IKEA heb je ze ook. Maar dan met een dekseltje. Het is wat je zelf fijner vindt. Maar dit ziet er ook best wel mooi en georganiseerd eruit. En voorheen had ik deze als make-up organizer. Die had ik toen ik nog thuis woonde. Ik ben helemaal in mijn element. Namelijk bij de afdeling opbergen. En ik heb een aantal nieuwe opbergdingen nodig. We gaan deze halen. Dit zijn van die vierkante opbergdozen. Je hebt zoveel leuke printjes. Hier heb je er één met katten. Maar ik ga gewoon voor een simpele witte. Dit zijn al mijn aankoopjes die ik net heb gedaan bij de IKEA. Als allereerst hebben we hier een plakspiegel. Het is officieel een plakspiegel, maar ik denk dat ik hem gewoon ga gebruiken als normale spiegel om hem ergens bij te zetten. Niet dat ik hem ergens op ga plakken. Nog niet in ieder geval. Dan heb ik hier plastic opbergzakjes. Twee maten, ik vind deze heel erg handig. En dan hebben we hier tweemaal, hoe noem je dit? Ja, klemmetjes die je kunt gebruiken bij opbergbakken. Die wilde mijn huisgenoot graag, dus die heb ik voor haar gehaald. Dan heb ik een voorraad aan neppe plantjes. En dan hebben we hier van die klemmetjes. Ik zag deze al op de IKEA site. En toevallig heb ik een fotoboard
waar al een aantal van deze gouden hangers aan zaten. Die kwam van de Hema. Maar ik kwam erachter dat ik er meer nodig had. Dus ik heb deze gehaald. Dan heb ik deze waterfles, karaf, kan, hoe je zoiets kan noemen. Heel mooi met een kurk. Dan heb ik twee snijplanken. Onze snijplanken waren wel toe aan vervanging. Dan heb ik vier van deze opbergbakken. Ze kwamen per twee in een verpakking. Dus ik heb twee verpakkingen. Dan hebben we een opbergmand. Ik heb hier al drie van in mijn kast staan. Maar ik had een vierde nodig. En dan hebben we twee grote opbergbakken die ook in mijn kledingkast komen. En als laatste hebben we hier nog twee kastdeurtjes. Die ga ik zo samen met Rich daar vervangen. Want nu hebben we gekke blauwe kleuren. Maar we wilden graag het all white hebben. Dus ik heb twee nieuwe kastdeurtjes. Zoals je kan zien heb ik hier al een grijze variant van. Maar ik merk dat ik toch het veel chiller vind als iets wit is. Want dan oogt het gewoon wat cleaner. Dus ik ga de inhoud wat daarin zit overplaatsen naar een witte bak. Nou, al mijn kleding zit erin, van dat naar hier. En mocht je afvragen wat er nou precies in deze mand zit, zitten voornamelijk wat truien, dat zit onderop. En wat verschillende broeken zoals pantalons, flared. Ik heb het opgestapeld. Mijn meest recente broek heb ik bovenaan en dingen die ik iets minder vaak nodig heb, die liggen onderop. Ik heb ook heel wat truien. Dit is niet alles, want ik heb ook een trui aan, eentje ligt daar. En ook heel wat ligt nog in de was. En het past gewoon niet als ik al mijn truien hierin heb liggen. Dus ik ga die andere bak voor al mijn truien gebruiken. Het geeft wel zo'n opgeruimd en rustig gevoel als dingen in bakken zijn. Want dan zie ik niet als het zeg maar rommelig is. Want nu maakt het niet zoveel uit als het een beetje messy daarin is. En dan doe ik mijn kast er open. En dan zo clean alles op een rijtje. Hier heb ik dan een stapel met bakken. Hier heb ik onder andere sokken. Ik moet dit nog een keertje uitzoeken. Ik heb eventjes een lege. Dit is dus mijn nieuwe. Daar ga ik straks wat in doen. Dan heb ik mijn ondergoed. En hieronder heb ik Richie's ondergoed en sokken. Dus ja, dan is dit mooi opgestapeld. En dan heb ik daar nog een aantal van mijn broeken. Het ziet er heel leeg uit. Nou, mijn andere kastdeuren daarentegen is best wel overvol. Maar dit is een projectje voor een andere keer. Dan ga ik alles weer een beetje uitzoeken, uitruimen. Maar dan weten jullie ook waar ik mijn nieuwe bakken voor gebruik. Ik vond dat we vandaag een geslaagd IKEA tripje hadden. Wat vond jij ervan? Oh, ja, jij bent. ik heb niks zelf gekocht. Dus nee, dat niet. Maar Rich had wel geholpen met het in elkaar zetten van de nieuwe kastdeurtjes. Ik ben echt blij. Ik zit er nu naar te kijken en denk van ja, het witte is toch wel wat beter dan dat andere kleurrijke ding. En ja, ik ben ook blij met de rest. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om vandaag met ons op pad te gaan. Ik vond het heel erg leuk om het vast te leggen. En ik ben echt blij met mijn nieuwste aankoopjes. Ja, ik heb voor de rest nog wat te zeggen. Nee, ik heb nog niet alles zeg maar echt een plekje gegeven. Die bakken, tijdschriftenbakken, hoe je het ook kon noemen. Die heb ik nog niet in mijn kast gedaan. Ik ben eigenlijk van plan. Ik kan dat wel even laten zien. Ze liggen nu hier. Maar ik ben van plan om ze in deze kast te doen. Het is nu een beetje een rommeltje. Klein beetje maar. Die witte bakken die komen ook van de IKEA. Ik vind ze echt heel erg chill. Maar ik wil een ander soort indeling hier maken. Want nee, hier ben ik niet echt helemaal tevreden mee. En bovenin is het ook een troepje. Maar dat is voor een andere keer. Mocht je nog niet op mijn kanaal geabonneerd zijn, doe dat dan vooral. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei!